Hallo en welkom bij Pols Model Trainstof. Hier is de SB Cargo nog van de vorige keer. Toen ik hem in ging pakken, had ik al... Bij het uitpakken had ik al deze plug gevonden. Maar met het inpakken zag ik... dat er hier in dit zakje meer dingen zaten dan alleen maar deze plug. Even kijken of ik er wat uit, of ik ze eruit krijg. Hier zit er namelijk in... Anders. Zo. Die zit in het bonnetje natuurlijk. Van 57 euro. Hier zit ook in. In ieder geval. 3 van de 4 veertjes. En 4 van de 4 veertjes. En de ontbrekende. Kijk. De ontbrekende pinnen. Voor de pantografen. Met die onderdelen is het, als het goed is te doen, om deze pantografen weer te herstellen. De vraag is even of de, kijk, op de deze, op deze pin moeten hier achter een klein stukje plastic komen. En de vraag is altijd of dat kleine stukje plastic nog op zijn plek zit. En daarna moeten de veer eromheen. Nou, het moeilijkste is meestal om aan die pinnen te komen. Dat kleine stukje plastic. Dat zal ik even moeten gaan bekijken. Hoe dat ervoor staat of erbij staat. Oftewel. Dat gaat niet helemaal goed. We zijn al niet helemaal klaar met deze. Ik demonteer de pantografen in zijn geheel. Zodat ik er los mee kan werken en ik de kap weg kan leggen. Nou, zo ziet het er bijna uit als zo'n gekke diesel. In het eerste filmpje ben ik niet heel erg ingegaan op het gebrek of op het defect van de pantografen. Ik heb het er uiteindelijk uit de definitieve versie gehaald, omdat ik het niet heel interessant vond en ik er toch niks aan kon doen. Maar ja, nu dat ik hier dan toch alle spullen bij de hand heb. Kijk, deze is wel doorgebroken. Nu ik hier dan toch alle spullen bij de hand heb, is het wel leuk om daar even iets mee, toch even iets mee te doen. Hier is ook aangelijmd. Ik denk dat ik al wel zie wat hier de reden is dat ze losgemaakt zijn. Deze is ook doorgebroken. En ook die is doorgebroken. Oké, dat betekent dat als ik hier iets mee wil, dat ik ze allemaal moet gaan repareren. Dat dit plastic heel is, dat deze haak eraan kan blijven hangen. Nou, dan ga ik eens even kijken hoe ik dat kan doen. Ik ben lekker aan het knutselen met deze. Je ziet dat hier ontbreekt een pinnetje waardoor de, het is afgebroken plastic, waardoor dat de pantograaf. Even kijken, heb ik de goede? De pantograaf, zo. Deze, deze hoort in dat plastic te grijpen. Dat zorgt ervoor dat als de pantograaf uitklapt, dat die ook mooi zo rechtop komt te staan.
Om dat te herstellen, pak ik een heel klein stukje draad van een weerstand. Die lijm ik, die lijm ik hier aan, zodat er een bruggetje ontstaat. Deze is vrij grof nog. Die lijm kleur ik vervolgens rood, net als het bruggetje, waardoor dat je weer één geheel krijgt en het er best netjes uitziet. En op die manier ga ik dan weer de pantografen erop zetten en deze twee pinnetjes hier bovenop. Daar komt dan de veer die hier ligt op en dat zorgt ervoor dat hij weer omhoog gaat. Nou, om dat dus te lijmen, eventjes zo, gebruik ik de oude truc van secondenlijmen met bicarbonaat. Ik maak het boel nat met secondenlijm, leg het draadje erop, doe er een beetje bicarbonaat op zodat het één geheel vormt en daarna buig ik het omheen, doe ik de andere kant. Dat is best wel een gefriemel. Dus dat opnemen daarvan is me niet echt gelukt, omdat het me niet lukt om binnen beeld te blijven. Het resultaat daarvan zou in ieder geval moeten zijn, als alles droog is, dat het er best aardig uitziet. Deze hier moet ik dus nog een beetje, laten we zeggen, bijknippen. Die bruggen zijn te hoog. Maar als het goed is, kan ik daar gewoon met een tangetje een beetje ervan af snoepen. En op die manier, dan moet ik het precies goed pakken, dat ik niet het te veel kijk. Op die manier wordt het wat minder hoog, wat minder zichtbaar en als het dan geverfd is, dan valt het helemaal niet meer op. Zeker op zo'n lok hoop ik dat je er dadelijk niks meer van ziet. En het is in ieder geval beter dan wat het was. Het zag er visueel wel leuk uit, maar een defecte pantograaf is het ook niet helemaal. En ik besef me ook, ik heb het helemaal niet over de pantografen gehad. Ik dacht dat ik het bijna niet genoemd had, maar ik heb het gewoon helemaal niet genoemd. In ieder geval, ik gebruik, eens kijken. Welke rood is dit? Karmijnrood. Die lijkt redelijk goed te matchen. Maar anders heb ik hier genoeg kleuren staan om het nog een beetje bij te kleuren. Ik ga nou deze laatste nog even afwerken. De eerste is nog een beetje nat, maar is wel gelukt. Volgens mij moet ik nog een paar dingen wat recht buigen, maar in principe zit dat mechanisme erin. Er zit iets te veel speling nog op. Deze. Maar goed, hoe heb ik dit nou gedaan? Dat was een heel kapiel. Ik neem zo'n blokje over de twee punten hier. Zet ik mijn veertje dat hij gewoon in een krul hier omheen gaat. En dan hou ik het veertje goed op zijn plek. Hier, zo, ja, kom. Er zit een haakje aan. Dat haakje, dat moet achter het veertje, dat moet strak getrokken worden en daarna moet die hier ingeklemd worden. En op dat moment zit, kijk of die hier te zien is. Ja. Het veertje zit nu hier achter het palletje van het plasticje wat de hele pantograaf omhoog trekt. En dan zit hij weer in elkaar. En deze kan dus dadelijk, als hij droog is, het locomotief op. Het heeft mij een goed half uur gekost om het voor elkaar te krijgen. En ik heb er nog drie te gaan. Twee, want er is er eentje gevallen. Die moet ik dadelijk zoeken. En dan hoop dat het allemaal lukt. Er niks verder nog afbreekt, dan gaat het terug de locomotief op. Zo, en dit zijn ze dan gemonteerd.
niet allemaal even strak nog. Maar je rijdt toch eigenlijk altijd maar met één setje pantografen omhoog. De stem is nog niet helemaal goed. Zo. Ik moet zeggen, ik zie er bijna niets meer van dat er flink aan gewerkt is. En ik vind hem zo rijvaardig dat hij, mooi genoeg, dat hij zo kap erop en de baan op. Het was mooi dat alle onderdelen er nog bij zaten. En dat betekent dat deze ook nu goed is. Zo. En dan wil ik u graag allemaal bedanken voor het kijken. Met mijn krakerige stem. En tot snel.